wel zo verschrikkelijk handig van BMW. Dit kan eraf, dat is nog niet zo bijzonder. Maar er blijft een prachtige plek over voor een bagagerol. En niet te vergeten het handige driepootje wat BMW onder de duobuddy heeft gedaan. Om eens lekker naast je motor te kunnen zitten. En nog iets wat heel slim is. Dat is dan wel weer heel mooi, dat hij zo mooi in balans is dat je het wiel zo rond kunt draaien. Goed gedaan. Dat is dan wel weer jammer. Dit hebben we eerder gezien. Of was het nou later? Nog zo'n slim detail is dat dit rond kan draaien wat slijtage van je laars voorkomt. Dit komt dus door andere motoren. Dit zal waarschijnlijk een van de laatste testen zijn van wat straks de oude R1200 GS is. Eén ding is duidelijk, waar nog nooit iemand last van heeft gehad, heeft straks bij de introductie van de 1250 GS met gekantelde cilinders iedereen wel last van gehad. En dat zijn die aanzuigbuizen. Wil je meer weten over de oude R1200 GS? Lees dan Promotor. Wil je meer weten over deze motor en lees je andere bladen? Lees dan de test van de nieuwe watergekoelde Boxer en dan weet je precies hoe de oude reed. En nou moet je opletten, dit is ook ongelooflijk slim. Oh! Dat was niet de...